De ene is rustig, de andere is wat drukker. Kijk, ik liet al wat watervallen. Ik had 4 beetjes klaargelegd, zeg maar. Gooi ik er één om. Nou, Marcel kent wel een beetje. Dat gebeurt wel iets meer af en toe. Het gaat steeds beter. Maar weet je, vroeger zou ik me schamen. En nu? Hoe kerst? Het kan gebeuren. Jij maakt fouten, ik maak fouten. En elk mens maakt fouten. Weet je wel? En waar we drinken veel water en veel thee, want mijn keel is overbelast. Ik heb gewoon 2 polypen op mijn keel. Omdat ik kan niet anders dan God aanbidden. Ik kan niet anders dan God aanbidden. Wat gaat het goed hier aan? Ja. Ik kan niet anders dan God alle eer te geven met mijn stem en hart. Amen. Waarom? Hij heeft me uit de hel getrokken. Hij heeft jou uit de hel getrokken. Yes. Dus we hebben eigenlijk een reden om te aanbidden, mensen. Aanbidding is het belangrijkste wat je kan gaan doen. En we zeggen natuurlijk vaak van. Kijk, er zijn een paar hele belangrijke dingen. Het woord van God. Hè? Het woord van God is een van de allerbelangrijkste dingen wat we op aarde hebben. Het woord is zo rijk. Maar zonder de Heilige Geest ga je het woord niet begrijpen. Hè? 10 jaar dacht ik heel anders over dingen dan nu, zeg maar. Want God heeft me geopenbaard wat hij bedoelt met het woord. Begrijp je? Dus er zijn mensen die hebben 30 jaar het woord gelezen. Soms in de gevangenis of soms buiten de gevangenis. Hè? De gevangenis heb ik niet veel te doen, dan ga ik toch het woord van God lezen. 30 jaar. En dat is geweldig. Maar soms zijn ze wel veranderd of soms niet. Begrijp je wat ik wil zeggen? Jij gaat dit woord nooit begrijpen zonder Heilige Geest. Want dan ga je interpreteren met je eigen denken. En dat is wel een gedeelte mooi. Maar gedeelte ook niet. Want daar hebben we zo'n oorlog in de gemeente van Christus. Begrijp je? Omdat we denken dat we het weten. Wij denken dat we het weten. Dat wij de waarheid hebben met het woord. Ik kon je vandaag vertellen dat is niet waar. Zo leuk inkomen. Hè? Leuk binnenkomen. Weet je mensen? We hebben allemaal een deel van de waarheid. We zijn een familie. Waarvoor moeten we strijden over het woord van God? Waarvoor moet ik gaan strijden over mijn overtuiging? Waarvoor moet ik mijn zin doordrukken? Hè? En ik ben 36 jaar op weg. Mijn naam is Frans van Mijnsbergen. Ik ben geroepen in mijn binnenkamer door Jezus zelf. Voordat ik in de kerk kwam. Alle eer aan Jezus, alleen wat ik vertoonde. Alle eer van Hem. En ik doe het niet voor mezelf. Want als je 36 jaar met God leeft en die openbaring ontvang, dan weet je zeker dat je alleen maar van Hem moet. Want je wordt vervolgd. Maar mensen moeten stoppen met het strijden over het woord. En weet je, ik was ook zo'n irritant mannetje in het begin. Hè? Ik was wel leuk en vriendelijk, maar ik was ook irritant. Weet je wel? Ik dacht alles wist. De eerste 10 jaar, nou, mijn zuster ging praten over God. En er stopte jou in 2 zinnen. Ik zei, nee zus, dat zie je helemaal verkeerd, zo. Ik ben zo beter dan jou. Maar ik was wel hoogmoed in mijn hart. Ja? Ik was gewoon hoogmoed. En die hoogmoed heb ik afgelegd bij het kruis. En daar toen begon ik te leven. Kijk, je kan gered zijn. En dan ga je leven. Hè? Je leven verandert als je gered bent. Maar op het moment dat de Heilige Geest over je komt, op het moment dat de Heilige Geest bezit neemt van je hart, hè? Als je gered bent, is je hart vervuld met de Heilige Geest. Maar als je, sorry, een beetje veel gepreekt en aanbeden, en meestal aan binnen thuis. Weet je wel? En daar gaat het om. We moeten thuis aanbidden en in de kerk, dat is zo geweldig wat dat wil. Maar op het moment dat de Heilige Geest over jou komt. Op het moment dat de Heilige Geest over mij kwam, ging ik zien. En ging beter zien dan ik ooit ook zag. Ik dacht dat ik het goed zag. Ik dacht dat ik gelijk had zwemmen. En ik zat met een keer in pas, maar omdat ik een gouden vent. Maar als ik voor de pas tegenkom, zou ik zwemmen, staat het toch? Je ziet het toch? Weet je wel? En een apostel uit Engeland, waar die gozer bij blij bekeerd is. Want ze noemde de Terminator bedoeld, en die stapte ook uit mijn vechten, weet je wel? Zou ik toch blij dat ze bekeerd zijn, weet je wel? Ik heb ook best wel een wild leven gehad. Maar echt zo'n boom van een vent. Maar die was zo overtuigd. En het staat er toch? Ja, lieverd. Maar wat ik zie, staat er ook. Waarom zijn we zo overtuigd over het woord van God? Omdat we te maken een gebrek aan identiteit hebben. We hebben een gebrek aan identiteit. Als we zo overtuigd zijn, dan speel je vlees mee. Want 26 jaar geleden speelde mijn vlees mee. Want ik was verworpen, ik kon mijn eigen handen, traumatische dingen meegemaakt. Ik kom tot bekering. Maar heb je genezing nodig? En wie kan je het beste genezen dan de Heilige Geest? De Heilige Geest is zo gezellig.
Ik was een keer thuis en daar de geest kwam naar mij. En hij zei, ga maar voor, vertel dat gezellig ben. Ja, ik moet lachen, ik moet zo lachen toen. Ik lag helemaal dubbel thuis in mijn huiskamer. Ik zeg, heilige geest, moet ik wel echt gaan vertellen dat u gezellig bent? Ja, Frans. Ze begrijpt ergens van de verstand, maar ik ga laten zien dat ik gezellig ben. Want God gaat je laten zien dat hij gezellig is, man. En we gaan natuurlijk zo over Jezus, over de kruising, want daar moet ik naartoe. Maar ik heb een introotje nodig. Een bruggetje. Maar de Heilige Geest is de meest liefdevolle persoon. Hij houdt van je hart. Hij woont in jou. En hij koestert jou. Hij troost jou. De Heilige Geest, als je pijn hebt, blijf even gefocust, mensen. Als je pijn hebt, dan ontwaak je zijn hart. Hoe gaat het niet? Wat kan ik voor je doen? Kan ik je even helpen? Slaat die arm om je heen. De Heilige Geest is zo kostbaar. Niemand is zo kostbaar als de Heilige Geest. En Jezus en de Vader natuurlijk. Maar de Heilige Geest ben je als bij papa. Hoe kom jij bij papa komen, broer? Alleen door de Heilige Geest. Hoe kun jij het woord begrijpen? Want alleen door de Heilige Geest. Ja toch, hoe kunnen we nou met elkaar als familie omgaan? Alleen met de Heilige Geest. Maar we gaan, als het zo hoor, ineens komt een revival op deze plaats. Nou, Hans is een revivalist. Dat is een man van God. Ik zeg je eerlijk, dat hou ik van het hart van Hans. Wat een mooie man. Zo blij dat hij voor God gaat. Want hij moet voor God gaan. Dus hij mag voor God gaan. Dat is altijd een vrije keus. Maar die man die hebben een hart van goud. Die om die hele Nederland te change en de wereld erbij. Omdat als we een familie opstaan en beschermen elkaar, ja, dan is er een andere koek. Want er is plaats gesproken over hem, maar ook over mij en over zoveel bedienaren van God. En dan zeg je, jij en dit en dat, je praat te veel over de liefde. Ja, dan ga ik nog meer praten over de liefde. Amen. Want de liefde mij te varen heeft gebracht. En niet in eerste instantie dat ik in een frustratie-heiliging zit. Oh, ik moet heilig wezen. Oh, God is zo eng. Oh, hij is zo boos. Nee, de liefde aan het kruis bewezen van Golgotha heeft mij heilig gemaakt. Op dat kruis is mijn heiligheid verplaatst. Daar ben ik geboren. Daar ben je geboren. Je bent geboren uit de kruisging. Door zijn bloed verwekte hij de bruid. Hij verwekte jou aan het kruis. Hij verwekte jou gewoon door zijn hart kapot te laten maken. Daar werd jij geboren. Bloed, zweet en tranen. Hij ging kapot voor jou. Zijn dood was onze opstanding. Man. Ik moet wel thee drinken, want ik kill die jongens echt niet normaal. Maar ik weig iets af te zeggen. Want hoe meer mensen ik kan vertellen van de liefde van mijn vader. Want toen ik kapot was in mijn binnenkamer. Net als Hans, ik wou zelf me plegen. Verscheen hij aan mij. Ik had alles gedaan wat verboden was. Alles. Alles en alles. En hij kwam vol met liefde naar mij. Hij was almachtig. Ik kijk naar hem. Hij was almachtig. Hij was nog nooit in de kerk geweest. Ik geloofde wel in Jezus. Ik kijk naar hem. Letterlijk. Hij was zo vol met liefde. En ik wist, je kan niet spotten met hem. Want hij is almachtig. Als hij zo doet, is alles weg. Hij heeft alle macht. Hij is koning en koningen. En hij kwam uit. En hij zei, ik ben de verlosser, zei hij. En hij deed zijn hand op mijn buik in een verschijning. Ik had drie keer geprobeerd om zijn armen te pleuren. En hij deed zijn hand op mijn buik. Ik had al een zenuw aanval op mijn buik. En nooit meer terug gehad. En hij heeft de kracht van de Heilige Geest achter mijn buik. En God is zo goed. Ik kon je vertellen dat God de Vader is zo goed. Hij is zo lief. De Vader is relaxed. Wie ervaart al dat de Vader relaxed is? Mag ik handen zien? Ja, amen. Amen. Halleluja. Elke maand, elke week komen getuigenissen terug van profetische woorden. Omdat een profetisch woord verandert je leven. Want als de Heilige Geest door de Bijbel spreekt, of een profetisch woord, is het precies zo. Het verandert je leven. Want als de Heilige Geest spreekt. Verleden week wordt gebeld door een vrouw. Ze zei, Frans, ik moet je even bellen van mijn nummer. Via. Ik mag getuigenis geven. Die een jaar geleden geprofiteerd. Hele mooie situatie. Ik kan niet in de kaart staan. Maar ze zei, maar ik had geprofiteerd. Je had een vader moet in je huis. En je gaat ergens vandaan. En je krijgt ook een nieuw huis. Alles uitgekomen. Alles uitgekomen. Zei, ik heb nou een relatie met God. Ik heb een relatie. Ik was alleen maar bezig met werk en moeite en plicht en dat. En ze kregen een relatie met papa. En daar wil ik iets over gaan vertellen vandaag. Over relatie. Mensen, het sleutelwoord is een relatie. En of je nou verstandelijk bent ingesteld of hard in bent ingesteld. Er zijn twee verschillende soorten mensen. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. 80% is meer met verstand en 20% meer met hart. En dat zijn vaak de creatievelingen. Dat zijn de profetische mensen. Dat zijn de dansen. Dat zijn de mensen die geloof vaak ook vrijzetten. En de apostelen zijn meer uit hun verstand. Dus apostelen, als je de zeven brieven van Openbaring. En wie kent de zeven brieven die in Openbaring staan? De zeven gemeentes. Ja? Dan zegt hij, hij of zij die overwint, die zal in mijn troon laten zitten.
Je zit niet alleen bij op zijn schoot, maar op zijn knie, maar je hebt ook een eigen gouden troon. Apostels zijn gemaakt om te regeren, om orde te houden, om een stuk op orde te brengen. Want als die profeten komen, dan gaan alles om. Het water ging al om net, weet je wel? Dan moeten ze weer gaan dweilen. Maar als profeten komen, gaan ook geestelijke muren om. Omdat, en apostelen ook. Want God, apostelen en profeten de macht gegeven om het fundament van de kerk te bouwen. En die bruid laten opstaan. Nou, en de profeten van apostels niks meer dan jij als om. Ook iedereen bestaat uit die vijf karakters. Apostel, profeet, herder, leraar en evangelist. Iedereen bestaat uit zo'n karakter. Je hebt één hoofdkarakter. En je hebt nog een paar karakters op de achtergrond. Nou, we zijn niks meer dan ander. En ik haal mijn identiteit niet uit mijn profeetschap. Nee. Eerst een jaar, ik heb alles van, begrijp je? Ik haal mijn identiteit uit mijn zoonschap. Ja, ik ben zijn beloofd. Zoals de vader zei. Dit is mijn beloofd. Zo zegt hij over jou en mij. Jij bent zijn geliefde. Mijn beloofde dochter. En dat is je eerste identiteit. Jouw zoon of dochterschap is je eerste geweldige identiteit. En in die zoon of dochterschap regeer je met Christus. Of je nou apostel bent, een profeet, en een evangelist, dat maakt niet uit. Dat zijn karakters. Maar, of een leraar. Maar je regeert vanuit je zoonschap. En die zoon staat op. En daar gaan we daar naartoe met een vrucht van de geest. Die zoon staat op. Die dochter staat op. En dan gaan we daar vertellen hoe je gaat opstaan. Meer opstaan dan ooit tevoren. Want de bruid staat op. En we zijn ook nog wat kwijtgeraakt ondertussen. We zijn wat iets heel groots kwijtgeraakt. En daarom hebben we zoveel rumoer in de Nederlandse christelijke wereld. Heel veel rumoer van wat gebeurt er allemaal. Het lijkt wel een dierentuin, zei ze laatst over mij. Ik krijg ook wat aanval op internet, weet je. Iemand, ja, er zijn natuurlijk op camera, dus ik ga niet veel zeggen. Maar ik wou wel wat zeggen. Ik kon het net inslikken, weet je. Maar ja. Maar ik kreeg zo'n hele, iets moois lijkt wel niet. Ik denk, nou, mijn god, je hebt me gelijk, hè? Als je in Rotterdam kwam kijken, man. Mensen gillen, mensen worden bevrijd, mensen in vuur. En de Heilige Geest komt binnen. Als de Heilige Geest binnenkomt, moet er wat gebeuren, toch? Dat kan niet dan. Als de Heilige Geest binnenkomt, dan zal toch je teen moeten gaan bewegen op z'n minst. Dan zal tenminste zo je gaan aan binnen schreeuwen. Kijk, het hoeft niet dat het geschreeuwd te zijn. Maar de Heilige Geest kracht. Weet je, ik ga een paar dingen uitleggen. Ik heb echt zin in vandaag. Man, de Heilige Geest komt binnen. Paulus spreekt over de gaven van genezen. En we hebben het heel veel, hebben mensen over de gaven van genezen. En daar ben ik blij mee. Maar als je hart geneest, heb je heel weinig lichamelijke ziekte. Laat eerst je hart genezen. Jezus zegt, je hart maakt je ziek, of beter. Ja? Dat is gaat om je hart. Maar de Heilige Geest komt binnen. En Paulus spreekt over de gaven van genezen voor je lichaam. Maar dan spreekt over kracht. Hij staat in dezelfde kont en in dezelfde snee. Hij zegt over de gaven van kracht. Wat is nou de gaven van kracht? Nou, stel je voor de Heilige Geest komt binnen. Ik voel hem echt in deze plaats. Kom naar de Heilige Geest binnen. Wow, dan ga je gillen. Want als er kracht komt, ga je gillen. Want ik kan de Heilige Geest niet bevatten. Ik kan hem niet hebben. Nou, we een heerlijk lichaam krijgen dadelijk in de hemel. Maar die Heilige Geest is zo almachtig. Amen. Kunnen wij nou alsjeblieft. Ja, ik hou van jullie. Ik hou van God. Maar kunnen we alsjeblieft handen uit de boezem gaan begrijpen wie God is. Hij is almachtig. Hij heeft alle sterren gemaakt in de hemel. Keer in de keer alle sterren van de hemel. Oh, yes. En dan zitten wij van. Oh, jouw leer is niet goed. Of dat is niet goed. En jij gaat nog tegen staan op jou. Man, laten we onvolwassen worden. Laten we eens grow up, let it go. Want anders zijn we lang los van de gezeur over. Van de gelijk. Ik heb toch gelijk. Nee, je hebt niet gelijk. Je hebt een stukje gelijk. We hebben allemaal een deelwaarheid. De Bijbel zegt, samen maken wij toch de pleurgewijze van God bekend. Niet alleen profeet Hubblepup of apostel Jopie Pomi. Nee, samen. Man, we moeten nieuwe liefde gaan creëren in het evangelie, man. Serieus. En dan kom ik terug tot kindschap. Dat zijn we verloren. Oh, de Heilige Geest komt binnen er. Ik was een keer in de kerk. En God zei me ook, nou, je gaat binnenkomen, zei mijn vader. Je zal zo zien om. En ik word nog eens verbeterd. We gaan elkaar in hand. En wie ging om in één keer? Mensen horen een wind. Woef. Wat gebeurt er met diensten? Mensen ruiken de druk op Christus. Engelen horen ze zingen. Soms zien ze engelen op Jezus. Maar de Heilige Geest komt binnen. En ik denk 15 jaar geleden. Gebeurt in een bisschop. Nee, letterlijk. Hij kwam binnen en God zei hem van tevoren. En die leider, die werd helemaal zin. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat is dit? Stel me, dat is al waar je 30 jaar van bidt. Maar die wou blijven buiten zetten, de Heilige Geest meer. Want ze zetten de Heilige Geest van buiten. Waarom zetten we de Heilige Geest buiten als hij daar. Hé, het is toch leuk als hij binnenkomt? Hé, man, weet je wat het leukste aan de Heilige Geest? Hij maakt jou weer kind.
Hij maakt je niet kind, maar hij maakt je kind. Soms lijkt het een beetje dat mensen echt denken, oh, dit kan toch niet? Nee, dit kan niet van God zijn. Nee, dit kan absoluut niet van God zijn. Hey, dronken in de geest staat in de Bijbel, hè? Sorry dat ik het even zeg. Maar als je naar de handelingen gaat met de uitstorting van de Heilige Geest, van een windvlag, tongen van vuur, maar ze spraken in tongentaal. Maar iedereen stond ook nog eens in die tongentaal, want er waren allerlei mensen uit andere landen. Maar het ergste was, ze waren dronken in de geest. Man, en ze waren bang voor die fariseeën, want die wouden Jezus was gekruisigd. Hun waren de volgende. Ze dachten, ja, we gaan dood. We zaten in een kamertje, in een kast er binnen. Oh, we gaan dood. En ze zeggen, maar Jezus, we gaan naar de bovenkamer, want de Heilige Geest gaat je kracht geven. Want je zou kracht ontvangen als de Heilige Geest over jou komt. En die gasten die met z'n 120 gingen bidden. Oh heer, geef ons alsjeblieft naar de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest nodig. Maar toen de Heilige Geest kwam, was alle angst verdwenen. Alle mensen, fear, people pleasing, angst van wat geen voordeel was verdwenen. Brandde gewoon weg. En die, ze kwamen naar buiten en dat ging zo. Ga ik een theatervoorstelling doen. Want ik heb ook kindertheater gedaan. De Heilige Geest kwam, dan was helemaal dronken. Nou, ik ben dronken geweest, dat doe je niet mee. Doe de Heilige Geest. Staat in de Bijbel. En dan komen ze die 120 naar buiten. In Jeruzalem. 9 uur 's ochtends. God heeft een timing van geweldig. 9 uur 's ochtends. Dus je hebt nog niks gedronken. Het is nog een van de heiligste sabbats van die tijd. Komen ze dronken, 120 naar buiten. Oh, Jesus. Yeshua. Ha. Kijk eens naar die fariseeën, Petrus. Hij wou ons ervan horen. En die gaan. En ze staan gewoon een vuil uitlachen, mensen. En ze konden niks doen. 5000 man kwamen tot bekering. Omdat ze hun verstand verloren. Maar ze moesten naar die bovenkamer om verstand te verliezen. Maar we zitten soms in de verstand. Oh, links draaiend. Niet goed. Joghurt, weet ik veel wat het is. Rechts draaiend joghurt. Niet goed. Oh. Nee, je moet naar achterban. Nee, je moet naar voren. Man, hou op. Ik ben een keer met mijn kop in een bloempot gevallen. Zo'n grote bloempot. Ik zei, geef doe maar wat hij wil. Dan moet je nooit zeggen, nou, geef serieus. Nee, dan ga je weer. Dat zijn gevaarlijk gebleven. Ik zei niet, dat weet je wat ik wil. En dan ging zo, boem, zat ze. En ik had gezegd, wat ik wil, maar ze zat zo. Nou, die ze ging haast wel, weet je wat ik wil? 1-2. Maar God is goed. Waar ben ik dan naartoe? Omdat het kruis en daar het geest betaalt. En daar het geest wil je een kind maken. Hij wil je gewoon weer dochter maken. Gewoon kind. Want we zijn volwassen. Daar regeren we uit. He, liefde en grenzen, je laat niemand over je heen lopen. Power, authority, troon van God. Maar die kindschap. Die kindschap komt terug in de kerk. En dan krijgen we die vibe. Want kinderen kunnen ook niet lang boos zijn op elkaar. Hè? Man, met mijn kinderen hadden wel eens ruzie gemaakt. Ik helemaal die ouders toe. Weet je wel. Ik was ook een ruzie natuurlijk. Hele partijen verdeeldheid. En na 5 minuten zaten ze met elkaar te spelen. Paulus zegt, kinderen, wees kinderen in de boosheid. Vergeef snel. Laat elkaar los. Als jij niet vergeeft, dan gaat die ander vast. Dan heb jij een probleem, die ander niet hoor. Die ander heeft nog best nooit die pijn gedaan staan. Ja, toch bizar. Goh, wat zou er gebeuren als we echt kinderen worden? Van God. Wat zou er gebeuren? Dan zeggen ze in Brabant, we gaan naar Zwolle. Het carnaval slaat nergens meer op. We gaan naar de kerk. Want als daar vrijheid van de geest komt. En het kinderschap wordt herstand in de kerk. Man. En dan heb je dus een ontwikkeling. Want we zijn vergeten van de kinderen van God zijn. En vele van jullie hier hebben jullie kindschap in het verleden verloren. Door je opvoeding. En ik bedoel niet je karakter, want kijk, als iemand herder is, dan is hij gewoon rustiger. Dat is gewoon goed. Ja? Ik heb ook herders nodig, anders gaat het niet goed. Ik heb posten nodig, want ik heb ook rust nodig. Maar het kindschap heeft ook te maken met genieten. Kunnen wij nog genieten? Wat ga ik bedoelen? Als we niet kunnen genieten, hebben we de eerste gave van de Bijbel verzaakt. De Bijbel zegt, de eerste gave is genieten van leven. Met al je zorgen, met al je lijden. Halleluja. Pak jullie dat kindschap? Waarvoor wordt er zo weinig gedanst in de kerk? Sorry, waarvoor? Ik dans af en toe de Afrikanen eruit. Serieus, met alle respect. En dan ga ik nog iets over zeggen, dan gaan we naar het woord. Letterlijk dans ik zonder Afrikaan eruit. Maar ik ben 30 jaar heb ik niet gedanst in de kerk omdat ik mensenvlees had. 30 jaar lang. Man, ik ga dansen thuis en ik zet me met een woordje dansen. En bam, bam, en de glorie en de halleluja, vallen, lachen. En ik ging helemaal aan mijn dag thuis. En 30 jaar ben ik niet in de kerk gedanst.
denk, wat zullen ze gaan denken als ik ga dansen? Ik schaamde me. En weet je hoe dat wegging? Mensen hebben deze piepel kunnen zien. Ik ben in de eerste gemeente. Ik was net een paar jaar bekeerd. Ik zat daar met u zat. Het was een hele grote gemeente, 800 man. En God sprak tot mij Frans. Van de knieën gaat te rijden. Van de knieën. Ja, dat gebeurde wel eens één keer daar. Dus ik ben wel vol mee, hè. Ja, soms keer denk ik wel eens denken, waarom ik hier, waarom ik? Er zijn nog 800 andere dingen. Ik ga mijn knieën. En God zegt, ik was helemaal trots. Want ik dacht, ja, soms gaat denken, dat heb ik ook een jongen, weet je. Of, ja, ik vraag van aan, want ik kom ervoor doen. God zegt, nee, dan heb ik je aangezicht. Dus ik denk, ja, ik stierf. Ik moest sterven, man. Ik sterf helemaal zo. Ik denk, ja, maar hier. Hij zegt, wat heb je met mensen te maken? Ga op je aangezicht voor mij. Dit doe je niet voor mensen. Dus geef me aangezicht. Amen. En op dat moment kwam de glorie van God binnen. En de hele zaal ging naar binnen. Eén man kan een change maken in je gezin, in je land. Eén man kan een verschil maken in je kerk. Amen. En als wij dan allemaal gaan opstaan. En opstaan is volwassen worden en kinderschap. Want waarvoor kunnen we niet genieten? Want ik vind het heerlijk met een nieuwe wijn. Gisteren hebben we weer een paar teugjes nieuwe wijn gedronken. Ik was dronken in de geest. En dan profiteer ik zo raak, nog raker dan ooit. Halleluja. Gaan we kijken waar God naartoe wil. Want God is zo goed. Heel even kort een week voor je aan, want Hans ook zei. Ook ik ben door diepe dalen gegaan. Daar vond ik het goud van zijn hart. Hij zei, Frans, we gaan door zo'n diepte heen. Maar daar vind je mijn hart. In die diepte, in de woestijn. Ga op je knieën, ga aanbidden. En dan ga ik dit stukje afsluiten. Maar ik wist, Satan gaat me vervolgen. Hij gaat me onteren. Hij gaat me alles proberen, alles. Maar God zei me, in dat dal, in het diepste van het dal. En ik ben diep gegaan, ik ga niet eens over vertellen. Uit komt er een film over mijn leven. Dat was ook een EO-vraag met 10 minuten met je te veranderen, maar ik vond het te kort en ik hou wel van ze. Maar in het diepste dal van de Gods hart. Daar, ik had wel een paar mensen om me heen, als ook ik denk niet gered. Maar, en ik was 7 jaar geleden, kwam ik in het diepste dal na 30 jaar bekeerd. 30 jaar vol van God. En daar 7 jaar geleden in het diepste dal kwam ik terecht. En daar vond ik Jezus. Daar kreeg ik sleutels, die waren verlossend. Hij kwam in een droom, voordat ik daar in die crash kwam, naast mijn bed zitten en ik huilde al in de droom. En Jezus van Nazareth ging harder huilen dan ik kon. Hij ging zo hysterisch hard huilen. Oh, wow. Dat ik dacht, Jezus, maar zo erg is het niet. Het is de normaalste dingen. Niet erg dan normaal. Maar 2 maanden daarna had ik een crash. Hij huilde harder om mijn pijn dan ik kon huilen. Hij huilde harder om jouw pijn dan jij kan huilen. Hij houdt zoveel van je. Hij is zo verliefd op jou. Hij is zo gek op jou. Anders ga je niet aan het kruis, mensen. Je kunt niet indenken dat je denkt, hoe kan je aan het kruis gaan, mensen? Hoe kan je aan het kruis gaan? Hoe kan iemand aan het kruis gaan? God zelf! God zelf! Hij kon 12 legioenen engelen roepen. Tegen één engel had geloof ik 360.000 man neergeslagen in Israël in het Oude Testament. Eén engel! 12 legioenen engelen! En de hele mensheid was woeken in op weg. We hebben allemaal gebrand in de hel. En de hel is zo erg. Weet je waarom de hel erg is? Omdat God daar niet is. Als mensen daar komen, dan gaan we die mensen binnenhalen. Dan gaan ze naar binnen trekken. Iedereen. Omdat de hel, ze denken dat ze groot zijn. Een grote mond en een grote bek. Maar als ze in de hel zitten, man, die machten zijn nog groter. Maar niet op ons, wij hebben de Heilige Geest. Wij zijn groter dan die machten. Wij zijn de baas. Wij zijn de hoge, niet de sterven. Sommige schoenen. En die trappen. Het is klaar. Maar de hel is zo erg. En de enige waarom het zo erg is, omdat het niet de liefde van de Vader is. Dat is de enige plaats waar ze de liefde niet meer kan komen. Dat is afgesloten. Dat is eigenlijk wat Satan dat doet. En we gaan terug naar het kruis. Halleluja. Dit is zo mooi. Wat Jezus heeft gedaan is onbetaalbaar. Het is niet beschrijven. Je kan het niet definiëren. Je kan het een schilderij maken. Ik ben een poëet. Ik maak gedichten. Maar je kan nooit beschrijven wat hij heeft gedaan op het kruis. Nooit. Niet in een preek. Je gaat het ervaren in je hart, sommige velen hebben het al ervaren. Maar hij komt binnen met liefde. Hij is bij mij binnengekomen, vele maanden in de binnenkamer of in diensten. Dus die 2 maanden lag ik in de glory of God. Hij is zo lief. En die liefde brengt je tot heiligheid. Niet je werken of niet je best doen, maar liefde brengt je tot heiligheid. En die brengt je tot waarheid. En we gaan naar Jesaja 53. Oh Jezus. Hij heeft mijn hart bevangen, mensen. Toen er niemand was, toen ik haast niet meer was, kwam hij binnen. De koning. En 3 maanden
na die verschijning, 36 jaar geleden, in die binnenkamer, kwam mijn zus en mijn hele familie. En die hadden een leuke evangelisatiemethode. En zei, als je niet meegaat naar de kerk, dan slaan we je nog uit, dan draag je naar binnen naar de kerk. Zo despot, zo ver was ik weg. En er zitten een paar van die moeilijkheden, zo zwerg in de handen. En ja, zei, je gaat mee naar de kerk, dan sla je elkaar uit, dan draag je naar binnen. Dat was mijn keringsverhaal. Dat is toch leuk, hè? Ik dacht dat niet dat iedereen aan had, maar bij mij werkt het. Nou, want ik zei, joh, jullie zijn maf, jongen. Ik zei, jullie zijn een maf van de maat. Ik zei, je zijn helemaal maf, maar je gaat naar een kerk. Ik doe even een maat. Ik zei, nou, wat hebben jullie nou verloren of dit? En mijn zwager zei, ik merk je, je hebt me gezien, echt wat jij. Ik merk je neer en dan draag je binnen mee in commissie. Dan draag je mee naar commissie. En kom in commissie binnen. En ik zag weer Jezus, Yeshua, bij me komen. En hij spreekt weer in het visioen, Frans, ik ben thuis. 36 jaar geleden kom ik thuis. Totaal kapot. Totaal, alle, mijn hart was kapot. Alles wat kapot kon lezen was kapot. Er was niks meer van over. Ik was een slaaf van mensen, een speelbal van mensen. Ik was gemanipuleerd, ik was overheerst door de mensen en machten. Ik was een kleine mooie jongen. Ik had een identiteit. Natuurlijk was ik wel stoer. Ja, ik heb een paar keer gevolgd, ik kon ook wel vechten, maar ik was geen ruzie, ik was niet geweldig. Niet een geweldenaar. Maar ik was een kleine mooie jongen toen ik tot mijn kering kwam. Niemand gaf een cent voor mij. En Klaas van Dinder kwam ook tegelijkertijd op mijn kering. Kom maar zien, dat was leuk. De deurpostwachter die zei, die is binnen 2 maanden weg en die binnen 3 maanden. Ze wouden zelfs weddenschap over ons afsluiten. Want natuurlijk, dit hebben ze niet gedaan. Ze hadden geen geloof voor ons. Maar wij zijn gegrepen door God. We zijn gegrepen door zijn liefde. We zijn gegrepen door het kruis daar. Daar zijn we gegrepen. Want je kan niet om het kruis heen. Ja, de heiligingsmovement en de faith movement, geweldig. Ik vind het fijn, maar niet zonder het kruis. Niet zonder de genade. Niet dat het je gaat verheffen. Van oh, je hebt geen geloof of je bent een loser. Come on, get over it. De genade heeft ons betaald. Het kruis heeft betaald voor jou en mij. Het kruis moet terug in de kerk. De gave van kracht moet terug in de kerk. De Heilige Geest moet terug in de kerk. Het vaderhart moet terug in de kerk. Royalty moet terug in de kerk. En vriendschap moet terug in de kerk. Familie moet terug in de kerk, mensen. We hebben er een zootje van gemaakt. Ik steek hand in eigen boezem. Vele malen bracht God me te berouwen. Van Frans, bekeer, dat kan niet. Was ik ook te boos in het begin. Want ik was verwond. Maar God had mijn hart genezen. En God had Hans hart genezen. God had Sven's hart genezen. Marks, God had veel hart genezen. En het is een weg van wedergeboorte. Maar bij dat kruis vind je leven. Bij dat kruis ga je leven. En als je gered wordt, hè, dat is mooi. Je hebt Jezus aangenomen bij het kruis. Maar nu begint het. Maar zeg, nu begint de ellende. Als je kind van God bent, dan ben je er nog niet, hè? Je hebt Jezus aangenomen in je hart, hè? Maar dan ga je terug naar het kruis. En wat moest ik bij het kruis neerleggen? 20 jaar geleden, van God bij de openbaring, Frans is nog een stukje trots, dat beter weet. Ik wil dat je het aflegt bij het kruis. Mensen, we zien daar om ons heen, wat God zal zijn. En we houden van alle dienstknechten van God. 80% oprecht bezig, is echt. Het eerste, ik ken de hoop nou in Nederland. Maar soms een 5% de twijfel en 5% is echt rotte appels. Daar hebben we ook niets mee te maken. En er is een heel mooi boek verschenen die daar iets over ligt, maar dat zien we al heel lang. Hè? Het heet Rauw, geloof ik. Maar ik heb een paar narcistische wijkers vermaand. Dan zit je ook niet te wachten, God zegt, ga ze maar naar ze toe. Want dan komt de hel over terug. Hè? Maar ik heb een maling aangekregen. Want die gaat niet mensen pijn en misbruik maken van de Heilige Geest en de gave van God. En mensen kapot maken en manipuleren. Die manipulatie moet de kerk uit. Die toverij moet de kerk uit. Want wat wordt er gemanipuleerd met profetie? Man, hey, heb alsjeblieft het vaderhart in de profetie of het moederhart. Heb respect voor elkaar. Want heel vaak is een hele dunne lijn in profetie. Maar als je het afwijkt, ga je naar manipulatie. Ga je naar toverij. Koppigheid, zegt Salomo, als afgoderij. Hoeveel koppigheid is er vandaag in de kerk? Hoeveel beter weten? Hoeveel strijd over doctrines? En er kunnen nog gelezen familie zijn. Sorry, maar we moeten echt op een ruimte komen in Nederland. We kunnen nog gelezen familie zijn. Terwijl hij aan het kruis kapot ging. Hij ging dood voor jou en mij. Hij ging letterlijk kapot. Hij zag er niet uit. Hij werd mishandeld. En we gaan naar Jesaja 53. Jullie hebben het nou volgens mij. We gaan naar Jesaja 53.
ik ben heel brutaal. Mag ik nog één bakje thee? Ja, is vandaag toch gratis. Amen. Bakje thee. Kom maar gelijk twee als ik kom. Dubbel portie. Voor mij wat water. Ja, weet ik wel een ander beetje als mag. Ik heb dat, ja. Oh, en water voor Marcel. Water, ja. Ja, amen. Mooi, hè? Wauw. Het is heel heerlijk met Marcel en zijn maatjes samen te werken. Zo de glorie. Wat een glorie gisteren, hè? Niemand. Wat een glorie. Meisje, tiener van 10, 11 jaar. En ik ging ervan profiteren. Haar, wat een pijn kwam uit het kind. Wat een pijn. Ik weet wat ze meemaakt, want dat had ik ook als kind. En ze viel in de geest en een half uur huilen van de pijn. En daarna was ze fris. En ik heb gedaan, ik heb wel laten meebidden met alle meisjes met mij. Allemaal lekker meebidden. En dus deed je zo meteen als mijn zoon. Kom alleen maar licht uit die handen. Ik voel daar een geest. Want we gaan, je moet mensen gaan inzetten. Mensen gaan activeren. Weet je wel? Nou, we gaan ergens naartoe. Ik kijk even naar de tijd. Ja. We hebben nog een uur, hè? Ja, we gaan Start uur achter. Dus maar. Drie. Ah, nog twee minuten. Die preek is echt belangrijk. We gaan zo profiteren. Maar de kruisiging, daar wil ik wel even naartoe. Als ze aan mijn kinderen komen, God mij veranderd in mijn hart, hè? Zoals ik al zei, in het begin was ik helemaal niet zo stoer. God een vent van mij gemaakt. 10 jaar geleden bewerkte mijn kinderen. En ik heb ze opgebeld. Ik zeg, ik kom langs. Kom maar met mij praten. Ik ga voor mijn kinderen staan. Als ik een vrouw heb, of als ik een vrouw heb, en ze haar wel, dan ga ik ervoor staan. Als man. Jezus, koning der koningen, gaat voor zijn bruid nu staan. Want de Jobtijd is voorbij. De Jozeftijd is voorbij. Jezus komt als jouw koning of jouw man of vrouw bent voor jou staan en laat macht in je aan tegen jou. Want hij betaalt voor jouw vrijheid. En kijk, er is iets wat hij niet kan doen. Dus daarin ga je laten ontwaken en soms ga je die in je hart tegenkomen. Dat kunnen we noemen blinde vlekken. Dat zijn motieven die niet goed zijn. 20 jaar geleden trots. Maar kan nog iets. Ik denk 12 jaar geleden zei God: Frans, ik wil het lachen van je hebben. Geef me dat lachen. Ik zei: hier, nee. Dat is één wat ik heb. Sorry, pa. Dat is één, ik heb humor. Je gaat ook niet dat van me afnemen, pa. Maar ik begreep de verhaal natuurlijk niet. Ik was natuurlijk weer bij de hand. En jaren heb God niks gezegd. Niks gezegd. En jaren heb hij niks gezegd. Ja, meteen maar hier. Oh, jee. Oh, jee. Jij hebt de thee weg van het keel. Dat is knallig. En ik zei: nee, dat lachen. Nee, sorry. Die humor. Dat is één zo gek. Alsjeblieft. Ik kan ons overheen. Een veroordeling. Eerste 10 jaar en al die andere dingen. En de vader die sprak over alle andere dingen, maar niet over lachen. En een jaar komt hij terug. En ik zag op een jury. Ik ben een profeet zien. Eerst zoon, kind, dan een profeet, zijn begrijp ik. Ik ga nu de tijd uit. Mijn zoonschap, kindschap en dan een profeetschap. En ik zie hem in de geest. Na een jaar kwam God terug. Ik zag een berg van God. En hoe hoger waar de berg op gaat, hoe vrijer wordt. En daar ben ik naartoe. En ik zie dat ik op die berg zat. En ik had zo'n luchtballonnen, zo'n clownluchtballonnen kroon op. Dat is natuurlijk net, weet je. Maar ik ben wel een clown geweest, dat zal ik niet zeggen. Maar ik had zo'n luchtballonnen kroon op, man. Serieus. En ik zag dat God mijn hand pakte en ging hoog in die berg. En die kroon viel af. Die kroon viel af. Serieus. En wat gebeurde er nou? Wat wou God nou van me hebben? Als ik in een groep kwam, meer dan 10 man, en was bang. Ik was bang voor mensen, want ik was nooit gezien. Dus ik maakte gelijk een grap op iedereen dat ik niet gezien werd. Dus mijn humor was een masker van angst voor me. Dus een gave humor is goed. En zit mijn kop er nog goed uit? Ja? Oké. Okay. Ik moet me ook even rekenen houden, dat ik nog een beetje normaal eruit zie. Ja, ja, man, kan van alles gebeuren, maar ik moet nooit wakker van liggen. Man. Maar die gave humor is wel goed, maar ik gebruikte het als een masker omdat ik bang was. Er zat angst achter die humor en toen leed ik dat in. En zo, jij blinde vlekken, misschien niet humor, maar andere dingen. Misschien dat je denkt dat je altijd gelijk hebt, of dat je misschien denkt van dat je beter bent, of misschien denk je wel juist dat je minder bent. Het zijn allemaal dingen die niet voor God zijn. Daar is het kruis voor betaald. Hij wil het kruis betaald voor jouw minderwaardigheid. Hij wil het kruis betaald voor jouw trots, voor verheffing of vernedering. Hij is aan het kruis gaan van al die slechte dingen. Al die wat in de weg zit. En hij is een jaloers God. Hij is een jaloers God. Ik weet een profeet in Engeland. Die gozer, die had een droom. Hij is echt een mooie profeet. En Jezus kwam in zijn droom heel boos. Hij zegt: Graham,
I want that what you have. Hij liep twee weken liet zich zorgen te maken. Aan het piekeren. Hij zei, ik wil wat hebben. En hij was zo boos. Waarom ben je dat heb ik van betaald? En hij nee, begreep niet dat hij aan het kruis heeft hij voor zorg betaald. Amen. Begrijp je? Amen. En we lopen zo vaak met zorg. Of met minderwaardigheid. Of met wat even mensen geweest. Maar leg het neer bij het kruis. Leg je leven af. Als jij je leven aflegt. Wat gebeurt er? Wat de hand zei. Die graankorrel sterft. En wat gebeurt er dan? Dan sta je op je leven. En door die enge poort. En je staat op in het leven. En je hebt die één enge poort. Soms hebben we er 24. Ah. Ik denk, zit er nou een hond op? Ik dacht, ik was het magisch. Maar, sorry. Maar je gaat door die enge poort heen. En dan kom je tot het leven. Want als je niet sterft, kan je niet tot het leven komen. Begrijp je dit, mensen? Besef je, als jij er niet gaat sterven aan die oude mens, die boom bekend van de kwaad, die zit zo in de weg. Oh, ik ben zo beter. Oh, ik ben zo klein. Ik ben niks. Nee, het is bij Jezus. Dat is bullshit. Sorry dat ik het zo zeg. Bullshit. Maar dat zeg je bullshit, ja, man. Dat is bullshit. En dan heb je andere arrogante. Hé, ik ben alles beter. Oh, ik ben zo geweldig. Oh, dan denk jij wie je bent, man. Kom op, doe normaal. Ik ben veel beter. Ja, en dan denk je dat je een Bijbelleraar bent. Hij is ook een Bijbelleraar, natuurlijk. Maar hey, weet je, dat is die verheffing. Dat is ook bullshit. Dat is die boom bekend van de kwaad. Begrijp je waar je aan vast zit soms? Satan heeft Adam en Eva meegenomen aan die grote boom. En die grote boom, die kwam aan het kruis. Jezus die ging aan het kruis. En jij en ik, en wij allen, de hele mensheid. Hij nam die verrotte boom in zich. We zijn in hem gekruisigd. Dus die oude verrotte boom van die loser, van die slang, van die lafaard, van die faggot. Hij nam ons in het kruis mee. In zijn kruising, zijn we mede gekruisigd, Paulus. We zijn dood aan die oude mensen gegaan. En we gingen dood. En hij is opgestaan. En wij staan in hem op. Begrijp je? Dat die boom op kinderschoenen kwaad. Die misleidt jou. Het oude hart misleidt jou. Word wakker, zegt God vandaag. Want als je wakker wordt, ga je leven. Toen ik die trof daar neerleggen dan. En ineens had ik geen last meer van mensen. En ineens had ik geen mensen breken. En ineens geen bibelpriester. Ik ben vrij. We zijn geboren om vrij te zijn. We zijn geboren om ons af te leggen. Om mijn concept staat. I'm a burning sacrifice of God. Voor niemand anders. Want als ik mijn leven afleg. Dan staat God die zijn leven afleg zal vinden. Ga één door die enge poort. En dat is één. Want ik verloor die stoere. Hè, dat stoere mannetje. Die leek stoer. Die moest me afleggen. Man, ik leek zo stoer. Weet je wel. Ik was wel nederig. Maar ik leek ook stoer. En toen ik dat oude mannetje aflegde bij het kruis. Ging het leven. Ineens geen last meer van mensenpressen. Ineens geen last meer van mensen. En 10 jaar geleden lag te huilen onder de tafel als ze een kwaad over mij spraken. En nu leg ik 2 te lachen in de geest als ze kwaad spreken. Ze hebben in ieder geval nog iets meer vervolgen. Want de Heilige Geest boven mij ze bij vervolgen. En iets meer kolen op het vuur gaan. Ja, hey, dan zei Greg Koek ook niet perfect. Hij zegt, als ze mij vervolgen, ik ben alleen maar blij. Waarom? Waarom maak je zo druk om de mening van mensen? Waarom maak je druk om de mening van mensen? Begrijp je wat ik bedoel? Ik maak het me zo druk. Begrijp je? Bij het kruis is verlossing. Bij het kruis is genade. Bij het kruis, daar ga je leven. Want toen ik mijzelf zo aflegde bij het kruis. Man, en dingen vielen van mijn leven weg. En ik werd vrij. En ik ben weer een kind geworden. En dat is de genade van God. We gaan naar Jesaja 53. Dit is een van de mooiste dingen wat de Bijbel vaak lezen. En dan ga ik iets over de opstanding zeggen. En dan gaan we afsluiten. Mensen, bent u niet blij met Jezus? Met zijn kruis? Zoveel liefde voor jou, man. Zo, je kan niet in. En in de hemel is een paradijs, een speeltuin. Sorry, maar er zijn 8 banen in de hemel. Er zijn plaatsen waar die alleen voor jou en Jezus zijn. Er zijn bergen, het is oneindig. Het is groter dan het heelal. En zo'n plaats voor jouw hart. Hij houdt zoveel van je hart. En je kan alles krijgen waar hij wil je hart is. Hij wil eerst je hart. We gaan naar Jesaja 53. Wauw. Mensen, kom aan. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een loon schoot hij op onder Gods ogen. Als een scheut uit door de grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende. Een man van smarten. Met ziekte vertrouwd was. Een man die zich laat voor ons verborg.
En door ons werd hij gekruisigd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg. Die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling. Door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wanddaden werd hij gebroken. De straf die hij onderging bracht ons de vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar al onze wanddaden kwamen op hem. En liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld. Maar verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slag werd geleid. Als een oog die stil is bij haar scheerders. Deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Die van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad. Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om onze zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij de misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan. Nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heere wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen. Om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heere wilde. Na het lijden wat hij moest doorstaan. Zag hij het licht en werd hij met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft vele recht. En hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen. En zal hij met macht gedelen in de buit. Omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood. En zich tot de zondaars niet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen. En nam het voor de zondaars op. Bijzonder. Dit is zo mooi. En bijzonder. We gaan gelijk de openbaring af. Die pak ik er gelijk bij. En dan rond ik hem af met de opstand. Mensen, wat een verhaal. Jezus van Nazareth. Die zwak. Onze koning. Kwam niet om te overheersen. Hij kwam ook niet om binnen water te zijn. Oh, ben ik. Nee. Hij wist wie hij was. Jezus wist wie hij was. Terwijl hij gedoopt werd in het water. En waar hij dacht, zei de vader tegen hem. Mijn zoon. Openbaring 8. Dit woord had God mij ongeveer 3 jaar geleden. God zei mij, mijn bruid gaat opstaan in relatie. En religie gaat tegen de vlakte. Dat is een teken, zei ik al een paar jaar geleden. Zal er een kerk met aardsvuur in de brand gaan. Ik zei God, ik mag soms tekenen voorspellen van God. Alleen al je van Jezus leven. Dit is een lijstje. God zei, als een teken dat mijn bruid in relatie opstaat, onthoud ik, de relatie is je vrijheid met de Vader. Zal er een kerk in de fik vliegen in Europa. En binnen 3 maanden stond er Notre-Dame in de fik. Binnen 3 maanden. Dat is een teken van God. Ik kan niet dat de president meekijkt, maar hij mag meekijken. Maar begrijp ik bedoel? God geeft een teken. Zo bijzonder. We gaan zo lopen bij 8. Even tussendoor. 2 maanden geleden zei God tegen mij. Frans, Michael komt naar Notre-Dame. Ja, hij zei Michael, hè. Want er was echt een heavy gevecht in Rotterdam, hè? Jullie waren erbij. Olaf was er ook bij. Er was zo'n heavy gevecht in Rotterdam. En God zei een week, 4 weken van tevoren, de aanzet van mij komt naar Rotterdam. Ik denk, wow, leuk. Ik had hem wel eens meer gezien. Het is waanzinnig gaaf. En die is boos. Engel heeft ook emoties. Vergis je niet. De engel, de regenboogengel in de openbaringen, zweert dat Babylon zal vallen en Babylon zal vandaag gaan vallen. Daar is God mee bezig. Want God is de baas. God is de hoofdstructuur. Iedereen is op buiten van hem alleen. Niemand van iemand anders. God is baas. Babylon zal vallen. Maar Michael kwam naar Rotterdam. En een vriendin van mij, Jerry, een profetes, ik had niks gezegd, maar ik zag alleen dat God daar een vuurvat over uitgooide, de nacht voor Rotterdam, een maand geleden. We hebben daar elke maand een dag dienst. En Jerry kon helemaal niet meer slapen. Ik dacht, ja, ik ga niet meer slapen. Dat vuur was zo heftig. Helemaal op zijn gebeden. En Klaas stond op het podium in Rotterdam. En Michael stond naast me. Dat zag Jerry. Weet je, dan ga ik wel even iets gaan zeggen, want er is in Europa al gebeurd. God is Europa aan het innemen. 2 jaar geleden kwamen in een droom 7 grote engelen, die waren echt haast 7 keer zo breed als mij. En eentje pakte mijn arm, ik vloog door de lucht. Ik ben in Rotterdam in een kerk, in een kelder. En zo'n kelder, neerden die 7 engelen, zeiden, wat komen jullie hier doen? Ja, was best wel vrijmoedig ook. Ik vind engelen leuk, ik heb er vaak engelen gezien. Dat hoort er gewoon bij. Misschien niet voor iedereen, maar voor de meeste wel. De laatste dagen hebben we geestjes met een. En alles wat visioenen zien en dromen. En we staan in die kelder en ik zeg tegen die engel, wat kon je doen? 2 jaar geleden, hij zegt, we gaan de opwekking voorbereiden in Nederland, in Rotterdam en in heel Nederland. Mensen, dan gaat er die vijf komen. Jouw familieleden gaan terugkomen.
zusje, ik weet niet, maar dit is met jouw familie en ze gaat komen van God. Dat je het weet. God, ik zie heel veel herstelde families. Heel veel families komen tot bekering. Want de geest van Elijah, die vader moederschap wordt uitgestort. En die brengt het hart van de vadermoeders weer terug naar de kinderen en de kinderen weer terug. Dus er zijn vijf aan de gang. En Michael was in Rotterdam. Michael, verschillende mensen hadden 10.000 engelen gezien in de zaal. En wat kreeg ik? Die week daarna komt uit Afrika, een man uit Afrika, een profeet uit Parijs, die had een keer over mij geprofiteerd. Hij zei, kom bij ons spreken, profeet, kom bij ons spreken. En die man is zo accuraat, had over mij geprofiteerd dat leiders in de binnenkamer tegen me gingen vechten. 2 jaar geleden. Of een mediator moment. Ik had een paar gewaarschuwd. Ik kan me niet tegen als mensen met pijn gedaan. En die man, God zegt, Frans, ik wil dat je komt naar Parijs. Hé, heb je in Parijs gezien met al die shotguns? Heel zwaar beveiligd. Ja? We gaan even de diepte in met God. Hé, weet je hoe die conferentie heet? De doorbraak van Michael. Want God tegen hem zegt, Michael komt naar Parijs. Nou, het is leuk, hoef je niet zo ver te vliegen. Want dan Parijs, dat is één split second. Hé, dat is toch leuk? Maar God komt met Michael en de legers naar Nederland en naar Europa. Want we hebben 30 jaar geprofiteerd dat Nederland in Europa revival krijgt. En we hebben elkaar nodig. Hé Frits, we houden van elkaar. Frits is geweldig. Want we hebben elkaar nodig. Dus herder, evangelist, apostel, profeten, herder, evangelisten, leraars moeten gaan samenwerken. We moeten stoppen met die nonsens. Weet je dat? Weet je waar het probleem ligt? Nou, als jij denkt, onze identiteit uit onze bediening. Oh, ik heb er weer. Oh, dit. Nee. Want mijn Bijbel zegt, deze schepping mag niet alleen de profeten, apostel, leraars, herder, evangelisten, whatever. Hij mag het openbaar worden van de zonen gods. Van de dochters gods. Hij mag openbaar worden van de zoonschap. Als jij een relatie met God hebt, dan ga jij leven, gaat jouw omgeving leven. Begrijp je? Hey, we hebben het even omgedraaid. We hebben een dienst voor opgezet. En waar is de relatie? Waar is de schoonschap? Waar is de dienstschap? We moeten terug, we moeten switchen. Man, en dan krijg je familie. Want als je een relatie met een vader krijgt, je hebt een relatie met elkaar hebben. Ja? En daar gaan we nog naartoe. Toen ik mijn leven aflegde, mijn vernederde God ging hoger de bergen. Als je vrij wil worden, moet je hoger die bergen met God. Daar is de vrijheid. Begrijp je? Zo belangrijk. En God zei me ook nog een woord. Ook bizar, hè? Want dat was vergeten. In Frankrijk, ik kreeg dat woord van, als een teken zal een kerk in de fik vliegen in Europa, dat mijn bruid in relatie opstaat. En een religie gaat tegen de vlag, want een religie maakt geen kans meer. Want een liefde ook met alles. Maar weet je wat voor kerk in de fik ging? In Frankrijk nog te benen. Waar ik spreek in Parijs. En vorig jaar stond met mijn dochter naar die kerk te kijken die in de fik was gevlogen. Ja, ik ben helemaal blij, joh. ik vind het wel mooi, die kerk. Er staan maar zo'n draak op dak, weet je wel. Maar God geeft tekenen. Want zijn bruid gaat vrij worden. En diensten van een uurtje of 2 uur, McDonald's diensten zijn ook voorbij. Hey, als je echt een vlucht wil hebben, moet je diensten van 5 uur, 6 uur, man. Na 5 uur komt de Heilige Geest vaak binnen, hè, Sven. En dan gaan we dansen, Marcus, en dan komt de Joy Marshall. Nou, dan zijn we eens dronken met z'n allen. En dan komt een feest. En bevrijding en genezing. Alles wat je nodig hebt is in God. Maar je moet je hart op God richten. Niet jouw agenda. Gods agenda. Niet jouw denkwijze. Dit is het. Nee, leg dat af. Ik dacht ook dat ik het wist, man. Ik zat vast in mijn denken. Van zo moet het. Nee. God weet alleen hoe het moet. Je mag de Bijbel wel als fundament gebruiken. Dat moet je ook doen. Maar die liefde is veel groter dan dat. Want als je de Heilige Geest niet hebt, kan je dit nooit begrijpen. Je kan het niet begrijpen. We gaan naar Openbaring 8. Halleluja, dank u deze man. Dank u deze lieve man. Weet je, ik hou van mensen. Heb God gedaan. Heb God gedaan. Ik hou van mensen. We gaan naar Openbaring 8. En wil ik nog vertellen? Er gaan 2 dingen nog gebeuren. En dan gaan we echt profiteren. Want we hebben nog tijd nodig om te profiteren. Profiteer lang. Als ik daar profiteer, hou je telefoon erbij. Pak gelijk die telefoon dadelijk even als daar stop met de telefoon. Ik profiteer 10, 20 minuten en dan. En je gaat het vergeten, maar het zijn niet mijn woorden, het zijn Gods woorden. We gaan over 2 opstandingen hebben zo: de opstanding van Jezus en onze opstanding. Het is geweldig. En God zei: ik ga huizen geven, ik ga financiën geven, ik ga huwelijk herstellen, ik ga partners bij elkaar zetten die bij elkaar moeten komen. En dan kunnen ze denken: ja, dat is voor ze meteen gegeven. Oh, dat kan echt niet. Hoe kan je nou zeggen dat zou God jou een huis geven? Ik heb het al 4 keer meegemaakt. Op mijn website staat het. Dat kon niet. En iemand kreeg een gratis huis. Verder week belde een vriendin. Ik ken haar pas. Ze zegt, joh, je had geprofiteerd. Een jaar geleden dat ik huis zou krijgen.
Zo waren even huisbeur. Normaal moest 10 jaar wachten ze een huis kregen. En die anderen hebben zelf een gratis huis in Engeland gekregen. Weet je waarom? Omdat wij hebben de God van het onmogelijke. Luister, wij hebben een vader. Wij gaan financiën krijgen. Wij gaan de juiste partner krijgen. De huwelijk een nieuw leven. Je man gaat veel meer tot bekering komen of je vrouw. Dan gaan er revival komen. En er gaat financiën komen, bedrijven, bedieningen gaan opstaan. Juist nu het onmogelijk is, komt God toch op het toneel. God zei Frans, ik wacht tot het echt onmogelijk is, dat ze zeker weten dat ik er ben. Dat ze zeker weten, nu kan niet meer. En er gaan mensen hier, en mensen die persoonlijk kennen, uit het schulden komen in een split second. In een split second. Ik heb het al geprofiteerd. Ik heb al dingen meegemaakt. Wonderen die niet kunnen. Maar God kan alles toch? Als jij gelooft, ja, hey, kom op. En God zei, lees maar Openbaring 8 Frans, want dat staat in Openbaring 8. En dat is jouw en mijn opstanding. Want God kan met vuur komen op je leven. We gaan lezen Openbaring 8. Man. Halleluja. Ik ben echt op dreef vandaag. Omdat de Heilige Geest is zo bezig op de hele aarde. Maar Zuid-Amerika, om een opwekking, had ik ook nog een stukje van geprofiteerd. Maar Nederland en Europa opwekking krijgen. Ze gaan naar China, Amerika hier naartoe komen. En dan denk je, oh nee, ja, valt best wel meevallen. Doe niet zo groot profiteren. Vooral niet groot profiteren. Nou, sorry, maar jij bent niet mijn God. Maar ik profiteer aan mijn vader, niet aan jou. Ik heb maanden dat iemand deed, ik werk niet. Nou, op mijn website kan je verhalen lezen. In Kenia, dat regen kwam en 2 maanden niet geregend. Ja? Dus laten we niet stoppen met groot profiteren. Paulus zegt, veracht de gaven van profetie niet. Want je belemmert de Heilige Geest. Ga niet God in je broekzak zetten. Nou, laten we niet de groot denken over opwekking of profiteren. Maar hoela. Sorry, ik heb al heel lang opwekking in mijn leven en mij komt opwekking. Alleen in Jezus. Maar ik heb mijn leven afgelegd bij het kruis. Opwekking komt, opwekking is er al. En we gaan niet zien in Nederland wat er nooit getoond is. Het is een opwekking die zo groot is. We zullen niet meer gaan begrijpen wat er gebeurt. Wat ik net zei over al die wonderen. Maar eerst wil hij je hart. Hij kan je een partner geven. Hij kan je financiën geven. Hij kan je alles geven. Een huwelijk, een nieuw leven. Een bedrijf herstel. Hij kan je geld geven. Een ministry. Alles wat hij je geeft, maar hij is je hart. Hij wil je hart. En hij beproeft jou en mij of het doorgaat. En als je doorgaat, dan wordt hij zo blij. Dan zegt hij, oh Jezus, kijk, ze gaan door. Ondanks het lijden. Ondanks alle tegenslagen. Woestijn. Ze gaan door, Jezus. Kijk, mijn bruid. Ze gaan door voor jou, Jezus. Maar mag het jou wat kosten? Mag het jou wat kosten? Mag het jou wat kosten? He? Mag het jou alsjeblieft wat kosten? Als wij vruchtdagen, verheerlijk naar je vader. Ja, wie wil de vader verheerlijken? Leg je leven af. Word je nederig, word je leuk mens, kan je goed één deur met jou. Want Jezus kan je goed één deur. Weet je waarom? Is die nederig in zijn hart. De grootste wapen wat je hebt is nederigheid en liefde. Krijg je een leuke wapens. En die opstanding gaat komen. Halleluja. We gaan de Openbaring 8. God is klaar met religie. Niet met mensen, maar hij gaat mensen vrijzetten van religie. En ik had ook last van religie of van God. Hij heeft dingen weggehaald, mensen. Iedereen heeft huiswerk. Iedereen. Niemand anders. Niemand uitgesloten. Openbaring 8. In het land, de zeven van brak, viel er stilte in de hemel. Die ongeveer een half uur duurde. En ik zag de 7 engelen die voor God stroom staan. Ze kregen alles even bezuin. Toen kwam een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook, die om op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. Dus onze gebeden. Dat is zo mooi. En de rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op. God in de intimiteit met zijn. Wij denken zo, zo verkeerd over engelen. Ja, het zijn maar dienstknechten. Gabriel zei, omdat ik voor Gods aangezicht sta, zei tegen Zacharias, kom niet meer spreken. Lees maar je Bijbel. Want ik voor Gods aangezicht sta. Engelen zijn, we aanbidden geen engelen, we aanbidden God, we houden van de Vader eerste plaats, maar ik hou ook van de engelen. Ik hou zo van de engelen, ze zijn gewoon leuk. Ze zijn haast best wel leuk als Heilige Geest. Ze zijn gezellig. Engelen, de helft van de zaal die niet gezeten is op engelen. Dat is allemaal dood geweest. Want engelen bewaken je. Engelen beschermen je. Engelen ben je boodschap van God. Je hoort zich beproefd van de geest van God zijn. Dat zijn engelen of niet, die tot je spreken. Of de Heilige Geest spreken. Kan ook. En dan kwam onze gebeden uit die hand van die engel voor Gods aangezicht. En wat ruikt hij? Hij ruikt jouw lijden. Hij ruikt jouw lijden. Hij ruikt jouw pijn. Hij ruikt jouw pijn. En hij ruikt jouw lijden. Hij ruikt jouw hart.
je bent doorgegaan. Je bent doorgegaan, je hebt niet opgegeven. Je hebt volhard, volhard. En je gaat door, en je gaat door. En wie zal doorgaan, en wie volhard. Want wie bij de Vlaanderen hebt, zal gezaagd hebben. Zal oogst met gejuich. Stop niet nu op dit moment. Volhard en volhard en volhard. Mag het je wat kosten. Het heeft hem alles gekost aan de kruis. Alles. Bloed. Kapot waard. En wij mogen ook een prijs betalen. Niet voor redding, maar wel voor de vrucht. Om te gaan lijken op Jezus. En dan ga ik één dooddoener nog even omver halen. En dan zegt ze, oh, en dat is ook zo, hè? We moeten minder worden, maar minder aan die oude mens. Maar als ik die oude mens afleg, ga ik meer als Jezus worden. Snap je, ik word leuk, ik word sociaal, ik word echt eigenlijk mevrouw. En ik hou mijn deur niet meer dood, ik word gezellig, zoals een dansen mevrouw. Ha, ha, ha. En ik word helemaal weer normaal, helemaal normaal worden. En dat gaat me goed door één keer, want als ik nederig word, dan ga je vrucht dragen. Liefde, nederigheid, echtheid. We willen toch echtheid in de kerk terug. En dat gaat God doen. Maar dat gebeurt bij jou. Opwekking gebeurt niet bij mij. Dat gebeurt bij mij en jou. Bij je eigen hart. En die opstanding, die staat hier in de Bijbel. En dan komt die haar engel met die gebeden van ons. Uit zijn hand. Voor de troon van God. En toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar. Dus die engelen zijn nog leuker dan ons soms. Die gaan al onze gebeden, met die, als een flatgebouw, met al die gebeden. Voor je kleinkinderen, voor je broer en zus, voor iedereen. En die kolen van vuur. En die gozer had een schepje, jongens, een grote schep, zo'n gouden schep. Vuur erin. En dan was het meer vuur, maar beloofd dat engel. Meer vuur, maar meer. Die hele flatgebouw zit vol met vuur. En die engel zijn zo groot als een flatgebouw, ik heb hem wel eens een paar gezien. Loopt hij naar die portaal en dan denkt die engel, even kijken. Ja, ik ga die plan van spannen. Fire! En dan gooit hij jouw gebeden, die heb ik opgezongen, met vuur terug. Dit staat niet op de maat. Dit is nu aan het gebeuren. Nieuwe boeken worden geschreven. In je hart, in je leven. God zal antwoorden op jouw gebeden met vuur. Voor jouw kinderen, voor jouw bediening, voor je bedrijf, voor je man, voor je partner. God gaat antwoorden met vuur. En laat me één ding zeggen, dat vuur is eerlijk. Als je dat vuur één keer hebt gehad, dan wil je nooit meer wat anders. Dat vuur verzadigt je echt. Een man is leuk, een vrouw is leuk, een vrouw is leuk, bedrijf, een ministerie is leuk, maar er is niks boven Jezus. Dat liefdesvuur. Een liefdesvuur komt over jou. En het vuur, want het andere vuur verteert jouw vijanden. Hij gaat recht spreken over je leven. Het is een done deal. Het is een done deal. En dit is wat God wil brengen vandaag. Dan ga ik afsluiten en dan profiteren. Maar God is goed. Het is half vijf. Serieus. Half vier. Oh, dat loopt goed, zeg maar. Oh, serieus, ik stop al. Ik denk, behalve die profiteren, gaat niet lukken. En vooruit, dat zie je, hier zijn ze bij de tijd. Halleluja. Ja, zie je. Weet je, en dat is ook een woord. God is die tijd aan het veranderen in Nederland. God is vele mensen horloges, gouden horloges aan het geven. Omdat je moet afgestemd worden op God. En hier ga ik me afsluiten, ik beloof het echt. Amen. Ja, het is een lange preek, maar weet je, het woord van God moet gehoord worden. Dit is zo belangrijk. Dit is mijn leven veranderd, mensen. Het is niet zo dat ik heb stilgezeten. Ik heb God alles gegeven. Met vallen en opstaan. Ik ben ook vaak op mijn plaats. Het kan gebeuren. Maar we hebben opgestaan. Weet je wel? En we gaan familie worden. Tweede belangrijke. Als we familie worden, en de opwekking moet wijzen met hier, dan gaat de Heilige Geest ineens op de troon zitten. En ineens gaat de Heilige Geest op de troon zitten. En dan zet hij zo die kroon zo mooi van die bruid zo bij de voeten. Die bruid. En dan gaat hij, als we familie worden, gaat de opwekking weg. Ga je? Maar als we heel vaak komen het vuur van de Heilige Geest en die mensen bieden en mensen krijgen ontmoeten met God. En de Heilige Geest stond zo te kijken. En na 3 maanden komen we zo van deeltijd, dat de Heilige Geest, nou sorry. Maar ik ga niet wachten. Sorry. Dit is wat ik doe hier. Want of ze werden explosief. Of ze werden trots van wij hebben het. Of ze werden bang, gaan ze controleren. Opwekking is eng. Opwekking is leuk, maar ook eng. Want de Heilige Geest is zo verrassend en zo leuk. Maar die verdeeldheid zorgt dat de Heilige Geest weggaat. Wat zou er gebeuren als een familie, de kerk, één wordt? Echt één wordt. Waar gaat de Heilige Geest dan zijn? Waar is zijn plaats in de kerk? Dit is zijn plaats. Dit is de plaats van de Heilige Geest. Wij zijn zo moedig
dan de Heilige Geest naar buiten gezet. Wij zijn zo moedig. Wij hebben de Heilige Geest gewoon buiten de kerk geplaatst. Gewoon buiten. Wat maakt het ons uit? Is dat nou echt zo erg? Wie geeft het leven? Wie is de rivier des levens? De Heilige Geest. Wij zijn, we moeten ze allemaal op een keer. Ik had een eigen boezem. Maar we mogen tot berouw komen. En als je dat hebt gedaan, wat voor manier ook voor geduld hebt gezorgd, ga dat thuis beleiden. Oh God. Wij hebben de Heilige Geest natuurlijk al van de kerk van de wereld. Wij hebben het buiten gezet. Dat kan toch niet, dat ze gaan bevrijd worden, kisten worden bevrijd. Kan dat nou? Dat hebben we zomaar gedaan. En hier bij zoveel kisten zijn bevrijd van de handen. Zo moet het zijn. We hebben de Heilige Geest gewoon getrouwd van de kerk. Wat gaat het allemaal hebben gedaan? Ik heb er echt een besef door. Van de allermooiste geschenk van God door zijn bloed. Het allermooiste wat er bestaat. Er is niks moois dan de Heilige Geest. Hij is zo knap, zo mooi, zo lief. En we hebben hem gewoon, ik zou haast die troon mijn nek nemen. Doe niet, maar als voorbeeld, we hebben hem gewoon buiten gezet. Hoe hoogmoedig is de kerk vandaag? Ja, sorry, ik ben toch blij met het boek? Sorry, ik ben blij. Misschien weten ze nog niet, het een boek verschenen en wat toestanden in de hele wereld. Ja, dat weten we al jaren natuurlijk, maar ja, daar zijn we hard mee bezig. Ja. Ja, ik ben wel blij dat het boek gekomen is. Zo ik het zeg. Want het moet geopenbaard worden. Want wij hebben de Heilige Geest. O, zo kostbaar. We hebben gewoon buiten gezet. Omdat het te veel om ons gaat. Het gaat te veel om ons. Het gaat te veel. Oh, ik heb gelijk. Oh, ik ben een profeet. Oh, ik ben een apostel. Oh, mijn bediening. Oh, mijn kerk. Oh, oh, oh. Alsjeblieft. Nederland komt te berouwen. Komt te berouwen. We hebben de Heilige Geest buiten gezet. Weet je hoe erg het is? En de Heilige Geest heeft mij gezegd. Ik ga mijn bruid niet meer volgen, want daar is volgende bruid. Nou, daar is het, maar nu draait het om. Of ze volgen mij, of ze blijven daar. En wie mij volgt, zal het leven komen. Hij is degene die jou het leven brengt. Hij is degene die jou belost van je lasten. Hij is degene die jouw kinderen redt. Je kan niet zonder de Geest, niet het woord begrijpen, je kan niet leven zonder de Geest. Hij is het leven, hij heeft het leven gemaakt. Hij heeft het moeder, hij is van God, hij is de creator. Hij is zo heilig. En hij is zo nederig. Hij is een duif, maar hij is ook een arend. En wij hebben gewoon buiten gezet met onze hoofd en trots. We hebben gewoon gezegd, ah, Heilige Geest, we weten het beter dan nu. Wij zijn toch zo belangrijk. Wij weten toch alles van het woord. Wij zijn toch alwetend. Wij zijn toch de beste die er zijn, of juist niet. We zijn helemaal niks, al aan het is, we zijn niks. Dan zet je hem ook buiten. Sorry, maar Heilige Geest. Ik ga gewoon de profetische gaven in deze gemeente. Ik ga even de buitenkant open en dan kom ik naar binnen. Waarom? Ik ga de deur van de Heilige Geest openzetten. Ik ga de deur openzetten voor de Heilige Geest. Tenminste, terug in zijn kerk, man. Zijn kerk. Heilige Geest, kom maar, alsjeblieft. Kom maar binnen, Vader. Kom maar, Jezus. Kom maar, Vader. En in de kerk terug. Neem de kerk terug. Heilige Geest, neem de kerk terug. Neem de kerk terug. Neem dit in de kerk, Vader. Weet je, onze kinderen gaan haast verloren als Heilige Geest terugkomt. Onze papa's en mama's gaan verloren zonder Heilige Geest. Verslaafd op een weg te rotten. Twee oorlogen zijn er, de eerste nou en de andere oorlog in Rusland. Mensen, we komen dat de kerk verdeeld is. Want de maatschappij speelt zich aan de kerk. Maar we zijn zo hoogmoedig geweest. En we moeten die hoofd afleggen, mensen, bij het kruis. We moeten niet zeggen dat wij het allemaal denken te weten of dat we gelijk hebben. Ik heb maling in jou gelijk. Maling. Ik wil een hart van liefde terugzien in die kerk. Ik wil een hart zien dat op anderen helpt. Ik wil hard zien wat er dan tussen wees en verslaan op de rails trekt. Ik wil hard zien om mensen die financiën geven met dingen die voor God staan. En niet een show maken. Dit is geen show, mensen. Ik hou van theater, maar dit is geen show. Ik heb zo vaak gehuild thuis met de bruid. Hier, waar is het feest? Waar is het? Waar is het feest? We zitten als een beetje stokpaardjes in de bank. Dan wij naar de reden van het juichen van de koning Jezus. Hij was verlost. Maar waar was hij niet helemaal verlost? Waar was hij een opwekking? We hebben de Heilige Geest buiten gezet. En Jezus en de Vader. En Jezus en de Vader gaat terugkomen in de kerk. In zijn troon, in zijn bruid en in zijn kerk. Hij gaat terugkomen in de kerk. Al moet ik ervoor sterven, in de zin van niks. Ik ben niet bang om te sterven. Ik geloof dat de laatste Amerikaanse profetessen zeggen: je gaat s'nachts in een bos lopen. Of je doet wat God zegt en je spreekt mensen aan die niemand aanspreekt. Net als Sven. Wat staat er niks voor sterven? Waar heb je het over? Ik ben al dood gegaan. Ik heb even geleden. Hey, man, en ik weet dat ik blij van dat Jezus terugkomt. Dat wou ik nog zeggen.
Ik heb Michael gezien, 33 jaar geleden in een droom in de sofa. En hij zei, vader zei, Frans, ik blijf tot mijn bruid komt terug. Want hij komt terug. En ik geloof niet in 10 jaar tijd, ik geloof lang, 20, 30, 40, noem een beetje tijd, maar je komt er niet, hij komt er niet voor een tienerbruid worden. Die al een beetje wat durft, maar die dan een beetje nog bevreemd. Hij komt voor een volwaardige bruid. Man, vroeger, en daar ga ik mee eindigen. En dan eindig ik met de hel, misschien kun je dat raar, want daar heeft Jezus de gedoofde niet gebracht. Dat ligt van Jezus daar gekomen. Maar vroeger, toen de geest uitstond in handelingen, weet je wat er gebeurde? Bij Rome, ik ben er geweest bij die gladiator, de Colosseum. De christenen werden naar binnen gedragen, hè? En er waren leeuwen, en er zijn getuigenis opgetekend. Er staan in de Bijbel, sommige leeuwen en sommige christenen, en die leeuw komt naar die persoon toe, en de rest hoopt op die voeten van die christenen. God kan alles. En de ander deed tot niks. Hij is opgegeten. Maar de ander deed niks. Maar er waren mensen dat in het publiek. En die sprongen er. Dat is heel hoog, ik ben geweest. Die sprongen in de arena die wel hebben wat de christen was. Want die christen waren zo gek op God. Die kwamen in die arena. En dat is de enkele die in Nederland zou komen. Om zo verliefd zijn op God. Zo verliefd. En die christen. Die werden gedood door die gladiators. Man. We waren zo mat en verliefd op God. En die gingen zo weer. Halleluja, Jesus, I'm coming to heaven. En ze waren zo vriend, ze waren niet bang, ze waren niet bang. Er staat opgetekend in een van de eerste boeken van Nadal, 100 jaar zijn mensen een boek opgetekend. Nero steekt zijn vinger in zijn oren. Hij kan die christen niet meer horen zien, want ze zijn dood te hebben. Nero was een narcist, hij werd gek van de christen. Hoe kunnen ze zingen zijn? Hoe kunnen ze dat doen? Hoe kan dat? Die maakt ze dood en ze gaan blij worden. Geloof die eternal love of God. Die love of God. Die gaat in jouw hart binnenkomen, dat is leuk. Dat ga je hele leven zien, dat ga je changen. Dat ga je helemaal veranderen. Dan deed de maling aan iedereen, ik vertel wat God wil zeggen. Want die vrees houdt je tegen. Die vrees houdt je tegen. Alles zijn dingen die je wil tegenhouden. Leg het dan bij het kruis. En ga eindigen met de hel. Dat is een leuk idee. Denk je, nou, dat is geen goed einde. Dat is een heel goed einde. Want Jezus is opgestaan uit de hel. Jezus koning. Hij is koning van de hel. Hè? Koning van de hemel. Hij kan heelal, de aarde en de hel. Hij heeft de sleutel van het doodrijk. Satan is niet met zijn twee tandjes. Satan is een loser. Satan is niks. En er stond het bewicht op Satan. Ga maar richten je eigen hart. Als jij meer vrucht gaat dragen. Als jij meer als Jezus wordt. Gaat Satan meer vrucht. Dat is toch zo. Want we zeggen. Oh, Satan is een loser. Kom op. Het is gewoon helemaal niks. Serieus, hij brengt die man, hij heeft niks meer. Satan heeft niks meer. We zijn zonder indruk van Satan. Hij is een misleider. Come on, dat moet ik even allemaal uitvragen. Ik had een keer een visioen. Als je daar mag staan, ja, heel ver in de geest, hè, was pas bekeerd, zo zwaar. Heel in de bekken, leek op platine goud, het leek op platine goud. En daar in de geest ben ik mee in de geest. En ik word zo naast die man geplaatst, zo, pam, pam. Ik sta een keer naast die macht. En ik kijk naar die macht uit. En die loser met die lelijke kop van hem, want die machten zijn gekrest door God, had hij zo'n klein kinderzwaardje. Hij had zo'n oude kinderzwaardje. Want hij misleidt je. Hij misleidt, hij is de misleider. In Jesaja staat aan het einde der tijd met Satan op de troon gesteld. En alle mensen om te zeggen: nee, en hij is die loser. Die zwart geasfalteerde kring. En die met mij misleidt? Hoe kan? Hoe kan hij me misleid hebben? Hoe kan dat nou? Maar ons niet. Mij niet, want de loser is onder onze voeten. Hey, toen Jezus aan het kruis ging, ging hij dood na 3 dagen. Na 3 dagen. En hij gaat afronden. Na 3 dagen. Yes, ik pak die doek. Halleluja. Na 3 dagen stond Jezus op uit de dood. Het graf is nog leeg. Het graf is leeg. En Jezus, die was 3 dagen, was hij in de hel. 3 dagen. Waarvan 3 dagen? En Satan en de machten waren aan het feestvieren. En ze dachten, hey, we hebben de Zoon van God, hij is dood. Hij was helemaal. Weet je waar we Jezus niet konden zien? Hij had onder onze voeten kleed. Onder onze zonde bedekt. Zelf Jezus daar. Die daar gewoon. Alle dingen die wij verkeerd hadden van de hele mensen. Daardoor ga je onder de dol. Satan kon Jezus niet zien. En na de derde dag stond Jezus op. Hij stond op. Oh mijn God. Dat is zo geweldig. Weet je? God is goed. Hij lag daar onder onze smut, onze zonde, onze viesheid, onze haat, onder alle verkeerde dingen. Hij lag daaronder. Maar hij wist,
ik heb niet gezondigd. Hij heeft niet gezondigd. En wat gebeurt? Op een gegeven moment. Hè? Want zijn bloed is heilig. Dus hij had zijn bloed. Hij had een mantel van zijn bloed. Maar hij had niet gezondigd. En het leven is in de ziel, in de bloed. Begrijp je? En hij deed met zijn bloed. En alle zonden werd hij gezaagd in één klap. En hij stond op met zoveel licht. En zoveel glorie. En zoveel fire. Als God alle sterren in de hemel heeft gemaakt. En Jezus wordt de blinkende morgenster genoemd. In de openbaring van de zeven brieven. En hij knalde uit elkaar als een explosie. Bam! En Satan vlucht als een kleine muis met al die macht uit de hel. Want de duivel kan niet tegen het licht. De duivel kan niet tegen het licht. Hij kan niet tegen het licht. Dus laat je vrouw bij elkaar geven met het licht. Dat is je opstanding. Met die vrucht als jij met het licht creëert. En Jezus komt met het licht. En Satan dacht, wow, wat gebeurt hier? Hij zegt, trimmel, trimmel. En hij zegt, bam, bam, bam. En dan loopt naar de straat. Doe maar, dat schopt zo zijn kop af. Dat is onze Jezus. En Jezus die trapt ons op zijn bek. Jezus geestelijke kickboksen. En we laten ook één hier zitten. Een geweldige man van God. Kickboksen ook. Maar wij zijn ook geestelijke kickboksers. En wij trappen die kop van Satan eraf. De laatste twee tanden die bij ons laten inzitten, Sven. En dan trappen we eruit. Jezus stond op. Heb je wel eens een ster in het heelal zien ontploffen? Een ster in het heelal? Heb je dat wel eens gezien? Een megastar die implodeert. We weten niet de kracht ervan. Dat is een peanuts van God. Jezus is nog groter dan elke morgenster. Hij is de blinde morgenster. Hij is de grootste, hij is de opstanding. En hij ontplofte van woede over jou en mijn leven. Hij ontplofte. En hij trapte de kop van de Satan. En weet je waarom Satan en zijn macht echt zwart zijn? Ze zijn geasfalteerd. Weet je waarom? Omdat wij er overheen kunnen rijden. Go! Dat is de autoriteit die God ons heeft gegeven aan het kruis. Zijn opstanding heeft ons alles weer teruggegeven. In het licht zien we zijn licht. En wij zijn veel groter dan we denken. Want God, grote mannen en vrouwen, God smaakt. De Satan biebert voor jou. Hij schijnt in zijn broek voor jou. Hij is een loser. Hij is niks waard. Maar doe die burgeroorlog. Dat gevecht bij het kruis. Daar je leven af. Ga op Jezus lijken. Hij vlucht voor jou. God is almachtig. Het licht neemt toe. Dit is het jaar van het licht. God mij zegt 42. Want wij zijn in de vijfvoudige bediening. Dit is een preek van de dag. Dat Jezus. Die indekt. Als aan Zwens kinderen komen. Of aan mijn kinderen komen. Die hebben een probleem. Ik ben echt. Sorry. Ik ben een christen. Maar niemand komt aan mijn vrouw kinderen. Als ik daar een vrouw heb. Wat heb je doen? Dat letterlijk. Je pikt het niet. Wat moet Jezus? Jezus, koning, koning. Hij komt op een wit paard. Heel veel mensen zien weer Jezus uit de hemel komen op een wit paard. Het gaat voor jou staan in jou. Hij komt je bevrijden. Hij gaat je dingen in orde maken. Hij gaat je hemel herstellen. En voor God is niks mogelijk. Dan komt Jezus weer terug in de kerk. Halleluja. Zijn licht is ontoegankelijk licht. Maar in zijn licht zien we het licht. Hij past zijn licht aan ons aan. Wat je kan dragen. Ieder heeft meer. En er meer of meer of minder. En dat is onze Jezus. Laten we Jezus, ga je bestaan, we gaan Jezus applausen. Jezus! Jezus! Je opstanding! Je waait ons terug in de kerk! Je liefde, hij geeft terug in de kerk! Hij geeft u terug in de kerk! Laten we gaan van kracht! Laten we zien van deze terug in de kerk! De vijfhoudige bediening, eenheid terug in de kerk! De liefde terug in de kerk, papa! Vader, Yes, en dat is wat God gaat doen in deze tijd. En dat is wat God gaat doen. Halleluja. Wow, glory to God.